Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets van Lille Petshop voor jullie. Ik heb daar een tijdje geleden al wat van laten zien. Dat was een klein winkeltje. En dit hier is een snackbar, dus een lekkernijenbar. En daar heb je dan allemaal van die kleine snacks die je kunt kopen voor je huisdieren. En zoals altijd bij Lille Petshop kun je dit dan allemaal in elkaar zetten en daarna nog decoreren zoals je het zelf wil. Dus jouw keuzes, jouw stijl. In totaal zitten er 35 onderdelen bij en ook deze Penny Ling zit erbij. Het is van Hasbro, bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. En hier kun je het dus zien, dit is het winkeltje. En bij de Pet Shop serie is het zo dat je dan allemaal van die kleine huisjes hebt en die kun je dan combineren met elkaar. Dit huis heb ik jullie laatst laten zien. Als je de video nog niet hebt gezien, kun je die dan ook bekijken. En dit is nu dan de kleine lekkernijen winkel die we vandaag op gaan bouwen. Ja, dan ga ik dat dus openmaken en dan gaan we eens even bekijken. Ik heb alles eruit gehaald en dan zie ik hier nu al die arme kleine Penny Ling. Ik weet niet waarom die huilt. En dan kun je nog deze grote tranen vastmaken aan zijn hoofd, rechts en links. Zo, arme kleine Penny Ling. Dit zit er nog vast. Bovendien zitten er nog van die kleine dingen, zoals deze tafeltjes. En ja, dit is een soort kastje, geloof ik. En dit zijn dan de snacks voor de huisdieren. Maar daarom moet ik eerst nog even de bar opbouwen. Zo, de winkel staat nu overeind. Nu moet hij nog gedecoreerd worden. En deze kan hiervoor. Er zaten trouwens ook nog van die stickertjes bij. Daar kun je alles nog een beetje mee versieren. En ook zoals bij de andere sets, van die kleine deco-elementen. Die moet je er nog even uithalen, eruit draaien. En daarmee kun je dan ook de winkel versieren. De muren bijvoorbeeld, of ook de diertjes zelf, dat kan ook namelijk. Dit kan ik bijvoorbeeld hier als een soort oorbel in doen. Hier zit nog een gaatje en hier en hier. En in plaats van de tranen kan dan ook nog iets anders vastgemaakt worden. Zoals hier dit snoepje. Zodat de winkel nog compleet is, mag dit niet ontbreken, de toonbank. Daar moet je bovenop nog even de deksel aan vastmaken. En dan kun je die zo omhoog doen. En dan zet je die hier neer op de balie. En daar komen dan de snacks in. Die heb ik hier. Die kan ik daar neerzetten. En dan hebben we hier... Hier hebben we een vis.
Oh, dit is een ijsje dat is gevallen. Die hoort niet daar, maar die mag op de grond. Hier hebben we een bruine muffin. Misschien is dat karamel of chocolade. Een groene muffin. Misschien is dat een muntmuffin. En dit zijn denk ik een paar koekjes. Die komen daar. Een bordje. Nog een bordje. Koekjes in sterrenvorm. Waarschijnlijk hondenkoekjes. Nog een paar andere hondenkoekjes. Hondenkoekjes in het roze. En nog een potje. Ja, dat was het dan eigenlijk. Nu kan ik nog beginnen met versieren. Ik heb het nog een beetje versierd. Jullie zien het hier dat ik een paar stickers op de toonbank heb gedaan. Ook een paar op de tafeltjes. En hier achter op de muren heb ik die elementen vastgemaakt. Aan die kant en ook aan de andere kant. En dan is deze shop klaar. Ik hoop dat je de video leuk vond. En hierachter hebben deze beestjes trouwens een symbool. Dat kun je dan met een app nog aflezen. Dat heb ik vandaag niet gedaan. Ik heb het wel besproken de laatste keer. En dat ga ik de volgende keer dan in een video laten zien hoe ik dat probeer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze winkel te zien. Als je het leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Als je de Lilles Pet Shop dingen leuk vond, bekijk dan in ieder geval de andere video's als je die nog niet kent. En verder kun je me natuurlijk in de reacties laten weten of jullie nog meer ervan willen zien. Wat jullie ervan vinden. Of dat jullie de andere winkel leuker vinden dan deze. Laat het maar weten. En verder, abonneer je op ons kanaal. Dan ben je er altijd bij. Tot de volgende keer. Doei!